Eén, tweeën. Ga zitten dan niet aan de ketting komen. Dan. Nou, dat gaat allemaal wel weer goed met jou. Hé? Ga nou zitten. Kijk, daar. Ja. Zeg maar, hallo allemaal. Wat verdik je? Zet je met je poot... Oh, jij wil naar buiten kijken. Ja, maar er komt toch niemand. Nee. Goedemiddag, lieve vrienden. Over happy. Ja, dat mag niet eens. We hebben zo'n commentaar. Want om ja moet je ook happy doen. Oh, is dat zo? Ja. Nou, omdat ik de verkeerde muziek erbij had. Ja, en? Lekker belangrijk, er staat muziek bij. En wat voor muziek, dat boeit niet. Ja, en mijn meisjes waren blij dat ze thuis waren. Dus dan is het happy. Hé, happy. Oh, wat gaan we doen? Oh, wat gaan we doen? Eén, tweeën. Ga zitten dan niet aan de ketting komen dan. Nou, dat gaat allemaal wel weer goed met jou. Hé? Ga nou zitten. Kijk, daar. Ja. Zeg maar, hallo allemaal. Wat verdik je? Zet je met je poot... Oh, jij wil naar buiten kijken. Ja, maar er komt toch niemand. Nee. Goedemiddag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja. Die kwam net bij me op schoot zitten. En zit gelijk met de poten in mijn ketting. Hè. Dat moet maar niet. Nee, dat hebben we niks. En dat de boel kapot gaat. Nou ja, zeg. Doe even normaal. Jongen nog toe. Dat rijk aan Elwing die ziet wat liggen op de grond. Kan. Wat weet ik niet, want ik zag niks. Dus Elwing die springt van de grond op de bank. Rijker die springt van mij op de, van de bank op de grond, moet ik zeggen. In ieder geval, Elwing die springt van de bank op de grond. Rijker die springt vanaf mij ook op de grond, maar die duikt onder Elwing door, zodat Elwing met haar achterpoot over Rijker heen moest. Ja, ken je dat? Stel je wouzen. Maar in ieder geval, welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja. Het is vandaag zaterdag en het is al reeds 16:38 en we leven op de 11e van de 3e 2023. Ja, 16:38, dus het is alweer 16:30 geweest. Ja, ken je dat? Maar ik heb ook alweer heel wat gedaan. Ik was wel laat op bed, maar ik heb ook al heel wat gedaan. Want ik heb een was opgeruimd, ik heb een was opgehangen. Ik heb een was in de wasmachine gedaan en die draait nu. Ik heb met de honden gelopen. Kandalf die moest naar buiten. Nou wil Rijka ook naar buiten, maar die is naar binnen. Dus die kunt even shaken. Want het enige wat die momenteel kan wanneer ik haar in de tuin laat, dat is blaffen tot de mat, zodat ik zelf gek word. Dus die wordt maar even rustig. Ja. Zo simpel als een bruine boon. Ik ga koffie maken. En ik moet eventjes het een en het ander op mijn YouTube gaan zoeken. Die zijn echt gek. Ja. Jullie zijn echt gek. Wow. Wauws. Ja. Ja. Mijn sjokken zijn jullie. Ik weet wel wat jullie willen. Mag ik eerst? Ik wil een bak koffie. Ja? Moet ik eerst de pot open hebben? Ja, ook dat nog. Eerst de pot met koffie openen. Die heb ik hier. Kijk, en daar staat dit op de deksel. Dat is leuk. In het Engels. Dat is leuk. Ja, en zo heb ik de suikerpot ook. Die moet nodig gevuld worden. Maar ja, waarvoor? Ik weet niet, want ik zelf gebruik geen suiker. Nee. Niet in mijn koffie, niet in mijn thee. Moet ik allemaal niet hebben. Ja, ik weet wel wat jullie willen. Cookie, hè? Cookiesmonster. Cookiesmonster zijn jullie. Ja, jullie zijn
cookies monsters. Ja, echt waar. Hé, hé. Of niet dan? Echt een cookies monster. Ja, toch? Zit het hierin? In die bus? Ja, kijk maar. En dan eerst Rijka, hè? En dan Elwing. Ja, die blijft staan te knoeien. Ja, dat is haar ding. Zo. Zo. Opruimen, hè? Karin die zou zeggen stofzuigen, maar nee, ik ben gewend van opruimen. Opruimen. Hé, daar, opruimen. Opruimen, hè? Boef. Dus ja, dat dus. En dan ga, neem ik zo lekker een bakje koffie. En dan moet ik bij mijn YouTube-studio wezen. Want dan moet ik even het een en ander zoeken. Want ik moet daar even... bij die regeltjes die onder die, mijn vlog staat, daar moet ik nog weer wat bij schrijven. Ja. Dat, maar dat was ik gisteren al aan het zoeken, maar ik kon het 1, 2, 3 niet vinden. Ik denk, ja, ik doe het wel wanneer ik wat helder ben. Ben ik nog niet, want ik... Dat wil ook allemaal niet. Maar ja, komt ook wel weer goed. Moet even zijn tijd hebben. Zo simpel als een bruine boom. Hé, mevrouw Blaf? Ja, ik heb jou een verkeerde naam gegeven. Je had mevrouw Blaf moeten heten. Hé? Met je geblaf, ja. Was jij er ook alweer? Nou, wat moeten we dan? 1, 2, dan kom dan. Omdraaien. Ja, je bent lief. Ik ben Boefie. Jo. Kijk ook hoor. Hoppatje hop. Hoppatje hop. Hé? Stuk geboefte. Nee, daar komt niemand. En ik moet toch weer naar de keuken, want mijn water kookt bijna. Hé. Stukje Boefie. Ja, echt. Jullie zien het wel, hè? Ze is ook wel lief, maar het kan ook zo'n lekkere deugniet zijn. Hé? Nou, doe maar. Want mijn water kookt bijna, dus ik ga mijn koffie klaarmaken verder. En ik wens jullie verder een hele, hele, hele fijne namiddag nog. En voor straks een smakelijk eten. Ik ga mijn werk doen hier op dat ding. En dan zien we wel weer waar het schip stranden gaat. Ik hoop niet dat ik Karin ervoor moet bellen, dat ik het zelf weet te vinden. Want ik heb het al een keer eerder gevonden, maar ik ben het even kwijt. Ja, kan gebeuren. Omdat ik het niet zo vaak nodig heb. Daar komt het door. Iets wat je dagelijks nodig hebt, dat weet je wel. Maar als je, ik heb het maar één keer hoeven te gebruiken, weet je. Dus ja, in al die tijd. Vanaf 2017, het is nu 2023, in al die tijd maar één keer hoeven te gebruiken. Dan onthoud je dat 1, 2, 3 niet. Nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet ze en geniet gewoon een beetje met ons mee. Zo, lieve vrienden, ja, ik denk, haal jullie het maar weer even bij. Ik ben bezig om een vlog weer in elkaar te zetten, oftewel een video. Het is maar hoe je dat noemen wilt. Het is en blijft een video. Ja, maar in ieder geval, daar ben ik mee bezig. Maar ik ga nou eerst weer even aan mezelf denken en dat is een hapje eten maken. Want ik heb nog niks gegeten. Voor vanavond. Nee, en het is alweer reeds 9 minuten over 7. Ik vergeet het helemaal, omdat ik zo druk bezig ben. Ja, mijn meisjes die zijn hartstikke lief. En ik kreeg commentaar van een. Dat mij een van mijn beestjes, hoe zeiden ze dat? Nou ja, ik doe het even met mijn eigen woorden, gestrest. Hoezo mijn meisjes gestrest? Ja, daar kwam het wel op neer. Ja, ik weet niet meer hoe die het zei, maar in ieder geval... ik heb diegene zijn mond gesnoerd, want ik vond hem nog vrij brutaal ook. Dus in de vuilnisbak ermee. Ik hoef zo'n soort mensen die
zulke soort commentaar leveren en ook nog eens een keer brutaal zijn, en dat vooral. Ze mogen best commentaar geven hoor, maakt me niet uit, maar niet dat brutale gedoe. Want ik ben ook niet brutaal tegen jullie, ook niet in mijn vlog, ik ben zoals ik ben. Maar ze hoeven mij niet voor mijn voeten te gooien. Dat is, nou ja, ik weet niet meer hoe die het zei, maar ik zeg het met mijn woorden, gestrest. Maar meisjes zijn niet gestrest, want als ze al gestrest zijn, dan hangt het staartje naar beneden. Zien jullie dat bij Rijke? Zien jullie dat bij Helwing? Altijd omhoog en kwispelen. Dus nee. Ja, ik weet het niet, maar als je op zijn kanaal gaat kijken, heeft hij één moedig, zielig videootje staan en ik geloof dat het nog een game is ook. Wat ga je daaraan? Mag je maar 153 leden hebben, of volgers, dat voor één spelletje? Boepie, mag ik hem handen klappen? Maar in ieder geval, beste jongen, of wat je ook mag wezen, want aan dat plaatje wat je in jouw profiel hebt staan, dat zegt helemaal niks. Dat is gewoon een getekend iets van een of andere tekening, weet ik veel wat het is, van een game ook. Maar daar hebben we niks aan. En ik denk ook zomaar dat het normaal een jong snotneusje is. En ik denk ook dat hij, als hij zo tegen mij praat, ook tegen zijn ouders praat, dat hij er wel eens een keer een tik om zijn oren zal krijgen. Mag wel niet meer van de wet, maar bewijzen van. Ja? De wet die bemoeit zich te veel met andermans zaken waar ze niks mee te maken hebben. Maar in ieder geval, het had mijn kind niet moeten zijn. Nee. Nee, dat is geen respect hebben voor. Maar maakt allemaal niet uit. Ik ga nou lekker mijn eten klaarmaken, want dat gaat ook voor. Ik moet wel aan mezelf blijven denken, want anders komen we er niet, hè. En de televisie even nadoen. Ja, kan ik weer even televisie kijken en dan tussendoor die vlog afmaken. En dan komt het helemaal goed. En Rijke legt lekker in de mand. Ja, die legt lekker in de mand. Hé, meisje. Ja, hè. Ben je lief, hè. Oh, ben je ook een snoepie. En die, nou, die ligt daar lekker lang uit. Die denkt ook van, lekker belangrijk allemaal. Mijn vrouwtje is goed voor ons. Dat vrouwtje niet goed voor ons is, zijn wij niet goed voor vrouwtje. Nee? Ja. Ja, nou schat. Hé? Ligt zo lekker. Ja. Dus ja, lieve vrienden, dus wie dat zegt, hè, dat, is, dat ze niet goed zijn, dat ze niet goed in een velletje zitten, in wat voor bewoordingen ze het ook zeggen. Ze bekijken het maar. Ja, en kijk, het was ook zo, dat is bij die short, dat het neer werd gezet, dat ik met ze uit was geweest. En dat in de kou, en dan met Rijka, dat dunne velletje, tenminste, die dunne haartjes. Zo'n dikke jasje heeft ze niet aan, dus dat meisje had het koud. Ja, en vind je het dan gek dat ze er een beetje raarder uitziet, een beetje uit de hum is, van, oh, vrouwtje, schiet erop, ik wil... een warme handdoek om me heen. Hé? Ja nou? Ja! Oeh, dat is die short die vandaag online is gekomen. Ja, daar had ik zware commentaar bij. Nou, weg met die commentaar. Daar heb ik niks aan. Hé? En dat ze blij waren dat ze weer thuis waren, hè? En dan is het happy. Een liedje erbij over happy. Ja, dat mag niet eens. We hebben zo'n commentaar op. Oh ja? Grapje doen. Oh, is het zo? Ja? Nou, omdat ik de verkeerde muziek erbij had. Ja, en? Lekker belangrijk, er staat muziek bij. En wat voor muziek, dat boeit niet. Ja, en mijn meisjes waren blij dat ze thuis waren, dus dan is het happy. Hé, happy. Oh, wat gaan we doen?
Oh, wat gaan we doen? Lekker ding. Vrouwtje gaat in de keuken. Moeten jullie koekje? Ja, natuurlijk. Die zegt geen nee, hè? Nee. Die wil wel koekje. Wil jij ook een koekje? Wil jij ook een koekje? Ja? Zullen we dat zo meteen gaan halen dan? Nou, dan doen we dat. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, mijn werk zit er tot zover op. De blauwe balk moet vollopen. En dat moet nog beginnen. Ja, daar begint hij. Net in dat hoekje. Dus ja, ik ga zo met de meisjes lopen. Dan is dat maar weer gebeurd. En we leven nu 11:02. In de avond van de zaterdag. De 11e nog, de 11e nog steeds. Dus ja, en als ik dan terugkom, dan hoop ik dat hij klaar is. Dan kan ik hem naar je toe brengen. En dan heb ik nog eventjes tijd voor wat anders. Ja, want ik wil proberen om op tijd in mijn bed te komen. Want ik ben moe. Ja. Maar ja, als het niet lukt, kan ik er weer niks aan doen. Nee. De meisjes die liggen lekker op de bank. Ja, en allebei. Jo, allebei. Allebei. Hé? Allebei. Gaat een kwispelstaartje, hè? Jo, dan gaat een kwispelstaartje, hè? Jouw kwispelstaartje niet? Nee? Ben je lief? Jij? Gaan we zo lopen? Jij? Zo lopen, hè? Joh. De kou in. Ja. De kou in. Dan zullen we het weer beleven hoe koud het zal zijn. Vanmiddag zei ze ook iets dat het 2 graden aanvoelde, maar... Ik kwam buiten en vond het helemaal niet zo koud dan dat ze zei. Dus ja, deugt niet. Ik vraag het al niet eens meer. Nee. Maar in ieder geval, ik ga lekker even lopen. En dan zien we het wel weer. Ik zal mijn loopapp ook aandoen. Moet ik wel eerst die ringen voor hebben. Kijk, hier zit een ring en daar zit ik wel los mee te hangen. Zo van, ga nou open, dan wil het niet. En als ik met deze film, ja, dan wil je mijn vinger wel eens af en toe zien voor de camera. Ik kan er niks aan doen. Het is nog helemaal zo. Ja, dus ik zal hem eventjes openen. Dan kan ik hem zo meteen op de loop-app zetten. En dan gaan we lekker lopen. Ja, hij is nou net 2% uit het hoekje vandaan. Oké, nagaan. Hij heeft nog heel wat te doen. Dus ja, het wordt er ook al trouwens een lange vlog. Het wordt een droevige vlog, maar ook een gezellige vlog, want ik neem jullie mee met boodschappen doen. Ja, en ik ben lopend, ook dat nog eens een keer. Wauw. Maar in ieder geval, die zien jullie morgen al en deze zien jullie nog niet. Nee, dat duurt nog maar eventjes. Want na deze, er komt er weer nog een andere, dat we ook in de winkel zijn geweest om reclame te maken. Die komt ook nog. Dus ja, veel om op te noemen. En ik zou zeggen, geniet van jullie avond verder. En als je al wel naar bed toe gaat, zou ik zeggen, slaap lekker. En natuurlijk morgen wel weer gezond uit je bed zien te komen. Want dat moeten we allemaal proberen te doen. Dus ik zeg gewoon alvast, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. We'll be right back.
Thank you.